Ik heb een naald en garen. Ja. Waarom ik naald en garen heb. En toen ik was toen 12 jaar. Toen begon ik met naald en garen poppetjes te maken, maar het waren sterrenbeelden. Je was bezig met handenarbeid. Handenarbeid. En met die sterrenbeelden heb ik een keertje meegedaan aan kunstwedstrijd van Nola Hatterman Instituut. Ze hadden in de krant een advertentie geplaatst van je kan met restmateriaal kunstwerken maken en dat inleveren bij hun. En dan als je in de prijzen valt, dan win je dit of dat. Voilà. En wat heb jij gemaakt? Ik had dan die sterrenbeelden, die 12 In sterrenbeelden een heb ik dan. kleed? In een kleed Nee, of driedimensionaal. borduur? Driedimensionaal, Driedimensionaal. driedimensionaal. En Met dan garen. met textiel en garen, ja. Dus textiel. Ja. En ja, ik viel wel in de prijzen. Je hebt de prijs gewonnen. Ik heb een prijsje gewonnen. Oké. En daar vroeg een meneer Klaas van, hey, wil je geen tekenen en schilderen komen volgen op Nola Hatterman. Dus zodoende ben ik dan in die kunst Ingerold. ingerold. Dus daarom dat Geweldig. ik nog steeds Als heel herinnering. veel waarde heb aan naald en garen. Hiermee is het Is een begonnen. aanmoediging geweest voor jou. Jawel. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.